Allee, veronderstel hallokes, ik ben live ondertussen. Hè. Ik kan dat hier niet zien. Hè. Facebook heeft weer die nieuwe Facebook Live feature op poten gezet. Je doet nu een Facebook Live in die producer dingen van Facebook. Dus dat ziet er allemaal een heel klein beetje anders uit. Maar ik denk wel dat ik live ben. Zo te zien, binnen dit en iets minder dan 10 minuutjes. Ga ik van start of gaat het Freedom Feestje van start over je kosten beheersen en je winst investeren? Maar ik dacht, ik ga al een paar minuutjes vroeger live gaan om te zien of dat er al mensen in onze Facebookgroep zitten die aan het kijken zijn. En ondertussen zie ik toch al een drietal viewers. Dus dat geeft iedereen de tijd om even in te checken. Geen paniek, hè. Ik begin pas om 12 uur. Maar fijn dat je er al bij bent. Ik zie vier mensen kijken. Dus laat even weten in de chat wie dat je bent. Want ik kan dan niet zien wie dat is. Dus dat is altijd leuk om te zien wie dat er aan het kijken is. En laat misschien ook even weten hoe dat is. Want ja, we zitten in lockdown 2.0. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat met u gaat. Hoe dat je voelt, hoe dat je de dingen ervaart. Feel free om dat even in de comments te gooien. Nies Kools stuurt een gifje. Wacht, ik kan eens even kijken. Kan ik dat hier makkelijk zien? Is dat George Clooney, Nies? Merci om dat te delen. En te... Nu kan ik gewoon een beetje kijken naar George Clooney. Merci. Dus ja, fijn dat je aan het kijken bent, Nies. Binnen dit en een dikke 5 minuten vliegen we erin. Dus pak nog een potje koffie of een tasje thee of een glaasje water of whatever you feel like having. Maybe you need a drink. it must be 5 o'clock somewhere in the world. Dus zet je op je gemak. Check het even in. Laat even weten dat je er bent bij dit Freedom Feestje. Anne is er ook, Anne de Schoenmaker. Hey, dag Anne. Leuk dat je erbij bent. Leuk dat je even zwaait. Trouwe fan, hè, Anne. Je zit er zo dikwijls bij op de Freedom Feestjes en zo. En op de webinars die ik geef. Super tof. Ik zie jou dikwijls eens een keer passeren. Dus kei plezant. Nies die zegt nog, ik haat lockdowns. Ja, wie niet? Duh. Voor mij persoonlijk een rampje, maar voor mijn businessgewijs gaat dat meteen weer hard. Keiveel vragen voor cursussen. Ja, inderdaad. Hè. Als je online aan het ondernemen bent, hè, zoals dat jij echt wel vorig jaar, Nies, de switch... vorig jaar en dit jaar de switch gemaakt hebt naar bijna volledig online uw business uit te werken. Ja, dan zijn dit natuurlijk wel fijne tijden. Hè? Maar privé wel redelijk pittig natuurlijk. Hè? Persoonlijk is dat wel heftig, hè, Nies. En ik kan mij voorstellen als je dan zwanger bent en een kindje verwacht, dat zo'n lockdownperiode dan nog helemaal... is een keer een super heavy rollercoaster is, hè, waar dat je door moet gaan, nog meer dan wie dan ook. Hè. Dus klein hartje voor jou, jouw richting uit, Nies. Ondertussen zijn er al 7 mensen aan het kijken, super tof. Ladies, ik kan dat niet zien, hè, wie dat er aan het kijken is. Ik zie alleen hoeveel mensen er aan het kijken zijn. Dus laat dat even weten als je aan het kijken bent. Dan, dan weet ik tegen wie dat ik eigenlijk aan het praten ben. Hè. Annelies is er ook bij. Hallo, hallo, hallo. Hey, dag Annelies, super tof dat je erbij bent ook. Fantastisch. Leuk om elkaar terug te zien. Katrien is er ook bij. Ze zegt hey allemaal. Hela bak Katrien. Super dat je er ook bij bent. Heel leuk om te zien. Janice. Lockdown hartje, naar jou ook en naar iedereen trouwens. Want ja, vandaag zijn we wakker geworden in een nieuwe lockdown 2.0, hè, for real. Dus ik weet niet hoe dat voor jou voelt, hoe dat persoonlijk voor jou voelt, hoe dat professioneel en business-wise van implicaties heeft voor jou. Voor Nies blijkbaar persoonlijk wel een ramp, business-wise
Net het tegenovergestelde. Ja, iedereen die nu in de online space aan het ondernemen is, en dat zijn er wel een aantal onder jullie, die voelen minder de effecten of positieve effecten. Maar natuurlijk, als je een fysieke winkel hebt, als je fysieke activiteiten doet, ja, dan hakt deze tweede lockdown er stevig in en we zijn wel vertrokken, hè, voor even. Dus bereid je maar al voor, minstens tot midden december. Maar ja, het zal waarschijnlijk nog wel ook een stukje in het voorjaar duren, hè, tot als het weer warmer weer wordt. Annabelle die is ook aan het kijken, zie ik. Jepla, zegt ze. Ah, Daphne is er ook bij. Elaba, dag Daphne. Je bent er tijdig geraakt, inderdaad. Je bent zelfs 3 minuten te vroeg, Daphne. Pakt u nog een koffietje, een theetje? Slaat nog eventjes op uw boksbaal, whatever you feel like it. Hè. Maar binnen 3 minuutjes beginnen we eraan. Julie is er ook bij. Hey, dag Julie, super dat je erbij bent. Fantastisch. Nadine is er ook bij. Fantastisch. Super lang geleden dat we elkaar gezien hebben, Nadine. Heel leuk om te zien. Ook Klaartje is erbij. Jee, het lukt me toch, zegt ze. Ja, Klaartje, ik dacht dat jij van alles te doen had vandaag. Dus fantastisch om te zien dat je er ook gewoon live kunt bij zijn. Nu, vorige week, of liever vorige maand, heb ik onze Freedom Feestje via die nieuwe ruimtes gedaan van Facebook. Omdat ik opeens geen echte Facebook Live niet meer kon doen. Dus daar is daar ook geen opname van gemaakt. Dus mijn excuses daarvoor. En misschien daarmee dat jullie niet allemaal er live bij zijn. Omdat je zoiets hebt van, fuck, als die Lien er weer niet technisch in slaagt om een opname te maken, dan ga ik het gemist hebben. Maar kei plezant ook dat jullie met zoveel aan het kijken zijn. Superleuk. Katrien die zegt, hey BFF, leuk dat jij er ook bij bent. Fantastisch. Ja, hoe is dat trouwens voor wie zich ingetekend heeft voor de BFF? Zijn jullie al aan het matchen geweest? Hebben jullie met elkaar al contact opgenomen? Hebben jullie al een meeting gehad met elkaar? Hebben jullie al kennis gemaakt? Ik ben eigenlijk super benieuwd om dat te horen, want je hebt dat misschien in de nieuwsbrief ook wel gelezen in onze WhatsApp. Fuck jongen, dat was echt. Dat was echt. Excusez-moi le mot, maar dat was echt een kutwerkje. Om jullie te matchen met elkaar. Met alle plezier. En ik denk dat er heel veel mooie matches uitgekomen zijn. Maar Jesus, heb ik dat eventjes redelijk mij aan mispakt om die matchmaking te doen. Ik dacht, wauw, met 2 of 3 draaitabelletjes en dan zo'n beetje chicka chicka chick gaat dat wel redelijk vlot gaan. Maar dat heeft mij dus, denk ik, een dag en een half of 2 dagen geduurd om die matchmaking te doen. Dat was echt letterlijk gewoon super manueel werk. En als er iets is wat ik niet wijs vind, dan is het manueel werk doen. Dus trouwens, voor wie dat de BFF selectie van deze maand, allee, dus van eind september, begin oktober gemist heeft. Of bij wie dat de registratie niet helemaal goed gelopen is, omdat je misschien niet op de juiste knop geduwd hebt, of omdat wij iets misdaan hebben, of whatever. Of omdat je het gewoon gemist hebt volledig. We doen een nieuwe BFF matching procedure. Die matchmaking vindt plaats begin januari. Dus misschien moet ik zeggen, niet en masse inschrijven alstublieft, want ik ga dan een hangover hebben. Dus spare me a lot of work, please. Nee, serieus. Je kunt je daarvoor inschrijven in de aankondiging van de WhatsApp. Volgende maand gaan we de link er ook aan inzetten en dan kun je opnieuw registreren. Dus de pagina staat nu op dit moment offline. Maar vanaf volgende maand komt die dan terug online. Heel de maand december kun je dan kandidaat stellen. En dan begin januari doe ik opnieuw matchmaking. Zodat jij een business freedom friend of gematcht wordt met een business freedom friend uit het Zeker van haar zaken netwerk. Waar dat je ja mee kunt sperren, waar dat je dingen mee kunt aftoetsen, waar dat je zo'n potje tegen kunt zagen als het nodig is. En we doen die matchmaking op basis van je eigen requirements. Dus hoe lang ben je al in business? In welke sector zit je? Wat voor producten of wat voor een aanbod heb je? En idem dito voor de BFF waar dat je naar op zoek bent. En dan proberen we op zoveel mogelijk criteria. Dat kan niet voor alle criteria, maar we hebben in de eerste ronde bij iedereen op minimum
Alle criteria behalve eentje, iedereen kunnen matchen. Dus op zich is dat gewoon super fantastisch. En sommigen zijn echt op alle criteria kunnen gematcht worden. Maar voor iedereen was er minstens op alle criteria min eentje een match. Dus dat is de max natuurlijk, hè. Ik ga nog eens even kijken. Valerie is er ook bij. Fantastisch. Ze zegt: ik meet mijn BFF de 20ste. Super. Kei leuk. Zet het in onze groep. Ben benieuwd hoe dat u vergaat. En Klaartje is erbij omdat haar verbouwwerkingen zijn uitbesteed. Kei goed gedaan. En ze is klaar voor heel veel tijd en creativiteit. De max, super. Ik ga dat zo goed mogelijk het komende uur jouw tijd ervoor zorgen dat je die zo goed mogelijk gespendeerd hebt. Annabel zegt ook, Anne zegt nog, BFF is echt een goede match geweest. Het lijkt alsof we elkaar al jaren kennen. Super, dat is de bedoeling natuurlijk. Hè? Fantastisch, keigoed. Annabel zegt ook nog, fantastisch initiatief, de BFF. Volgende week onze tweede meeting al. Oh, kei plezant om te horen. Annelies zegt, echt spijtig dat ik die BFF gemist heb. Had eventjes andere prioriteiten. Dat kan gebeuren, Annelies. Life gets in the way sometimes. Maar als je wilt intekenen, hè, volgende maand, december. En dan begin januari doen we opnieuw een matchmaking ronde. Klaartje zegt ook nog: de BFF is echt een heerlijk idee. Enkel is het geografisch bij ons wat minder goed gelukt. Maar we zitten nu toch in de Zoom Meeting Drive. Oké, super. Ja, er was voor heel veel mensen in één criteria dat de match niet gelukt is. En natuurlijk, als dat geografisch is, is dat misschien een beetje ambetant en een beetje lastig. Maar bon, we moeten nu toch in ons kot zitten, hè, Klaartje. Dus virtual meetups. For the win. Lieselot is er ook bij. Hey, dag Lieselot, goedemorgen. Leentje die zegt: BFF, echt tof, net blind date gehad en tof om met iemand persoonlijker in contact te komen. Ja, dat is ook een van de dingen, Leentje. Onze groep is een vrij grote groep. Hè. We zijn toch met een 250-tal leden, misschien zelfs ietsje meer, denk ik. En ja, hoe groter de groep wordt, en ik verwacht dat die de komende maanden nog groter gaat worden, omdat we zo massaal online aan het netwerken zijn, hoe moeilijker dat het ook een beetje is om de lijm tussen ons allemaal goed te kunnen houden. En zo'n BFF zorgt er natuurlijk voor dat je ja, binnen die groep van zoveel leden, waar dat je vragen aan kunt stellen en support kunt krijgen, dat je toch ook wat gemakkelijker echt dat één op één rechtstreeks misschien wat diepere contact kunt leggen, hè, met mensen. Dus fantastisch om te horen dat jullie dat ook ervaren, dat dat een tof initiatief geweest is en nog is, hè. Dus heel fijn om die feedback te krijgen. Merci, want ik heb er echt letterlijk bloed, zweet en tranen voor gelaten om die matchmaking te doen. Dus ik ben heel blij dat jullie daar zo positief op reageren. Merci eens daarvoor. Dat gezegd zijnde, het is ondertussen bijna 11:55, dus ik ga er gewoon keihard invliegen, hè, in het Freedom Feestje van vandaag. Ik weet niet hoeveelste dat het is van het hoeveelste seizoen, I don't know what, maar ik weet wel waarover dat het gaat. En het gaat over uw kosten beheersen en uw winst investeren. En wat ik ga doen is een aantal learnings van mezelf delen in mijn 10-jarig traject als ondernemer. Volgend jaar bijna 11 jaar ondertussen. Ik ga wat learnings delen. Ik ga ja, wat dingen delen die mij redelijk slecht vergaan zijn op dat vlak, wat ik daaruit geleerd heb, hoe dat ik de dingen nu aanpak, wat ik een beetje anders doe. En wat dat ik ja, toch wel een aantal best practices noem, waarvan dat ik denk dat ze waarschijnlijk jou ook gaan kunnen helpen om die financiële kant van je business ja, wat meer in de gaten te houden en meer gedegen beslissingen te nemen over basically wat dat je doet met je centen. Dus daar gaat de sessie over. Als je specifieke vragen hebt, zonder dat ik mijn een uitleg doe, maar waar dat je nu al mee zit, gooi ze dan in de chat en dan beantwoord ik ze graag. Als je vragen hebt op basis van dingen die dat ik aan het vertellen heb, gooi ze dan gewoon ook onmiddellijk in de chat. Ik ga die proberen op het moment zelf of naar het einde van het Freedom Feestje toe te beantwoorden. Maar misschien wel belangrijk om te weten, ik deel mijn ervaring.
Mijn persoonlijke ervaring, ik ben geen financiële adviseur, ik ben ook geen boekhouder. Maar dit is mijn ervaring van ondernemer naar ondernemer. En jij als freedompreneur doet daarmee wat dat je dan zelf wilt. Maar ik hoop dat je er wel bij vaart en dat het jou kan helpen om eigenlijk beter met je centen om te gaan binnen de onderneming dat je hebt. Ik heb ook getracht om een aantal principes duidelijk te maken, die zowel gelden voor mensen die een eenmanszaak hebben en die een BVBA hebben, alhoewel dat dat natuurlijk financieel gezien een andere opzet heeft. En ik denk dat een aantal van de principes die ik ga uitleggen, zeker voor mensen met een eenmanszaak, nog belangrijker zijn dan voor mensen die een BVBA hebben. Maar mijn ervaring is natuurlijk vanuit de ervaring van iemand die een BVBA heeft. Ik heb al 11 jaar alleen 10 jaar, bijna 11 jaar met een BVBA. Maar ik denk dus wel dat de principes voor iedereen gelden, of dat je nu een eenmanszaak hebt of een BV. BVBA, dat bestaat eigenlijk niet meer, hè, maar een BV. Dus de principes die dat ik ga delen, misschien nog even belangrijk om daarover te zeggen van toen dat ik die principes echt rigoureus voor mezelf ben beginnen toepassen, dan zijn er echt, ja, hoe moet ik dat zeggen? Alles is veranderd voor mij dan. Alles voor mij en voor mezelf als ondernemer zijn daardoor veranderd. Ik weet dat heel veel ondernemers zoiets hebben van I'm not doing it for the money. Fair enough, ik doe ook niet wat ik doe voor de money, maar voor een missie die dat ik heb en impact die dat ik wil hebben. Maar hoe dat je het ook draait of keert, geld is wel de motor die die missie verder in de wereld zet en die ervoor zorgt dat je die missie ja, binnen 5 jaar of binnen 10 jaar nog altijd in de wereld kunt zetten. Dus geld is de motor, liever de olie in de motor. Jij bent de motor, maar die kan niet draaien als er daar geen olie in zit, hè? En waarom zeg ik dat? Omdat je misschien op deze call zit met een aantal limiting beliefs waarmee dat je zit, genre geld dat moet rollen, of ik verdien dat eigenlijk niet om heel veel geld te hebben, of het leven is kort, dus je moet van je geld profiteren, dus je bent alles maar aan het uitgeven, alles wat dat op je bankrekening staat, of de bankrekening van je bedrijf, of je geeft het uit omdat je zoiets hebt van dat brengt toch niks op als het gewoon op de bankrekening staat. I don't know wat dat uw gedachten zijn over geld. Feel free om ze in de comments te gooien. Maar mijn gedachte is over geld en mijn limiting belief. Ik heb er heel veel trouwens over geld. Ik heb heel veel limiting beliefs meegekregen over geld vanuit mijn thuis. Waar dat er altijd gezegd werd dat er niet genoeg geld was. Dat geld tekort was, maar ook als er dan geld was, dat dat dan ook onmiddellijk moest uitgegeven worden. Dus het was een soort van, ja, basically, er is geen geld, maar als er dan een beetje is, werd het onmiddellijk uitgegeven, waardoor dat er eigenlijk geen geld was. Dus er was een continu gevoel van schaarste en met het heel klein beetje geld dat er was, dat moest uitgegeven worden. Dus wat er gebeurde van in het begin, als ik mijn onderneming had, van zodra dat er geld was, uitgeven. Het was precies alsof ik dat niet op de rekening kon laten staan. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk, zeker in de beginjaren, en met beginjaren bedoel ik de eerste 6 à 7 jaar, heel veel foute beslissingen genomen heb op het vlak van geld. Ik heb op verkeerde dingen geïnvesteerd, bijvoorbeeld in vastgoed met mijn vennootschap, terwijl dat eigenlijk ik niet iemand ben die graag met vastgoed wil bezig zijn. Ik heb veel te veel geïnvesteerd, to the point waar dat dan een investering volledig falikant misgelopen is en dat bijna het einde van mijn bedrijf betekende. Letterlijk op het randje van het faillissement gestaan. Dus om maar te zeggen, het feit dat er hier van alles weird in mijn kop zat rond geld, heeft er wel toe geleid dat ik echt een aantal, ja, toch wel enorme foute beslissingen genomen heb in het verleden. Nu, misschien even vertellen wat ik vroeger deed om te beslissen of dat ik geld zou uitgeven of niet. En ik heb het niet over mijn privé, hè, maar in mijn vennootschap. Als je een eenmanszaak hebt, ja, dan is dat gemixt met je vennootschap. Maar wat ik het hierover heb, is hoe dat ik vroeger besliste om vanuit mijn vennootschap, vanuit mijn zaak, geld uit te geven. En dat deed ik basically als ik een beslissing moest nemen om
met iemand samen te werken of een nieuw project op te starten of whatever, dan denk ik het volgende. And please raise your hands if you do the same thing. Maar wat ik deed, dat was even zien hoeveel dat er op de bankrekening staat. Kan ik dat betalen? Ja. Is er niet genoeg op de bankrekening? Nee. Oké, dan ga ik dat niet doen. Raise your hands. Come on. I know you're doing it. I know you have been doing it. Kijken op de rekening. Hoeveel staat er nog op de rekening? Om op basis daarvan te beslissen of dat je een cursus gaat kopen. Of dat je iets gaat uitbesteden. Of dat je software gaat aanschaffen. Of dat je, weet ik veel welke beslissing dat je neemt om te investeren. Wie kijkt er nog op zijn haar bankrekening om die beslissing te nemen? Kom aan. Cindy die begint al te lachen. Ze zegt, ja, dat herken ik heel goed. Kom aan, wie nog? Honestly, moet niet zo stilletjes zijn en niet doen omdat je Sarah die zegt. Yep, hands in the air, zegt Klaartje. Juist, Cindy zegt so very me. Absolutely, come on ladies, we zijn met 20 aan het kijken. Lieselot, yeah. Nadine zegt, yep, ik ook, ik doe dat ook. Super, kijk, okay. Ik bedoel, nothing to be ashamed about, maar het is eigenlijk niet de beste manier om met onze centen om te gaan. We've all been there, maybe you're doing it still today. Maar dit is eigenlijk... Deze is eigenlijk een risico nemen die niet het nemen waard is. Sophie die zegt, ja, ik herken dat ook. Julie die zegt, ja, ik. En dan keihard staren. Valerie zegt, handjes. Annabelle ook. Daphne zegt, ja, ik ook. Is altijd een afweging maken. Super. Kijk, allee. Ik denk dat dat een vrij normale reflex is in de beginjaren van je onderneming. Je wilt een investering doen en je kijkt, staat er geld op mijn bankrekening? Kan ik dat basically nu, op dit moment, betalen? Nu, daar is dus van alles mis mee om op die manier te beslissen of dat je een investering gaat doen of niet. Namelijk omdat als je nu op je bankrekening kijkt, ja, dat is een foto die dat je trekt van nu, van je cashflow op dit moment. Maar dat houdt natuurlijk geen rekening met wat dat je in de toekomst, morgen, volgende week, volgende maand of volgend kwartaal, nog gaat moeten doen van betalingen. En het houdt ook geen rekening met wat dat er nog gaat binnenkomen qua geld. Misschien houd je daar wel rekening mee als je beslissing neemt en zegt, ik kan het nu niet betalen, maar volgende week wordt er een factuur betaald. Dus ik ga toch maar die cursus kopen of ik ga toch maar die software kopen of ik ga toch maar dit doen of toch maar dat doen. Ja? Maar dus basically op het moment dat je die foto neemt van je bankrekening, houd je geen rekening mee. Wat komt er nog binnen en wat gaat er nog buiten gaan binnen een maand, binnen dit kwartaal of zelfs laat staan binnen een jaar? Daar houden we eigenlijk totaal geen rekening mee. Maar de realiteit is wel dat er kosten gaan binnenkomen, hè, volgende week, volgende maand, whatever. De klassiekers zijn geen rekening houden met het feit dat je BTW betaald wordt door je klanten en jij die een BTW terug moet betalen. Ja, dat is een klassieker. Geen rekening houden met het feit dat er zoiets bestaat als winstbelasting. Unfortunately, but it is true. He, dus daar geen rekening mee houden. Provinciebelastingen, andere vormen van belastingen bijvoorbeeld. Geen rekening houden met software, facturen die binnen gaan komen. Ik heb gisteren nog een factuur van $500 betaald voor SmarterQ bijvoorbeeld. Eén keer op een jaar moet ik dat betalen. Ja, ik weet dat dat daaraan zit te komen. Eens dat het november is, dan is het tijd om SmarterQ te betalen. Maar als ik die een foto zou nemen van mijn bankrekening, dan weet ik niet dat er morgen een factuur binnenkomt van SmarterQ software van €500 bijvoorbeeld. Misschien had ook geen rekening, op die moment had ook geen rekening af met leveranciers die moeten betaald worden, waar dat je al een ja op gezegd hebt op een offerte bijvoorbeeld. Zwat, er is daar van alles mis mee. Om gewoon naar je rekening te kijken, de stand van je rekening te kijken en dan te beslissen of dat je iets gaat investeren of niet. Dus er is een betere manier om gedegener beslissingen te kunnen nemen over ga ik in iets gaan investeren of niet. En dat kan een kleine investering zijn van een paar honderd euro. Dat kan een grotere investering zijn van een paar duizend euro. En Travac Business School bijvoorbeeld inschrijven in februari.
Zet dat nu al in je planningen als je Travac wilt volgen. In februari komt er dan een factuur van €2000 om Travac te kunnen volgen. Dat kunnen nog grotere facturen zijn. Denk aan je BTW-aangifte die dat je moet doen, je BTW die dat je moet terugstorten enzovoort. Dus wat dat ik aanraad om te doen is. Je kunt daar zo ver in gaan of je kunt dat zo simpel houden als dat je wilt. Maar eigenlijk wil je op het moment dat je een beslissing moet nemen voor een investering, niet alleen kijken naar je bankrekening nu, maar ook rekening houden met je toekomstige cashflow. Dus wat gaat er nog binnenkomen en wat gaat er nog buiten gaan in de komende, en ik doe dat dan minstens per kwartaal. Ondertussen doe ik dat eigenlijk per jaar, want ik heb een jaarbudget. Maar om daar eigenlijk rekening mee te houden. Nu. Misschien vind je dat moeilijk om dat in te schatten. Ik weet niet of dat het geval is bij u, maar moest ik u nu vragen van, je hebt beslist om in Travac in te schrijven, dat kost €2000 bijvoorbeeld. Je moet beslissen of dat je de centen hebt of niet. Je kijkt naar je bankrekening, maar ik zeg, los van wat er staat op je bankrekening, moet je ook rekening houden met wat gaat er nog binnenkomen de komende maanden en wat gaat er nog buiten gaan de komende maanden. Wie van jullie kan op die vraag antwoorden? Honestly, kan je daarop antwoorden of niet? Weet je wat er nog gaat buiten gaan de komende maanden? Weet je nog ongeveer of wat er binnen gaat komen in de komende maanden? Wie kan daar massomenos ongeveer in grote orde op gaan antwoorden? Je moet daar niet antwoorden op de chat, maar laat even in de chat weten van. Ik weet wat ik daarop moet antwoorden. Ik heb daar een redelijk goed zicht op. Of ik heb daar eigenlijk totaal geen zicht over. Ik weet eigenlijk basically niet wat er morgen gaat binnenkomen en wat er morgen gaat uitgaan van mijn rekening. Laat staan dat ik dat weet voor volgende maand of voor de rest van 2020. Gooi dat even in de chat, want ik ben wel benieuwd waar dat jullie staan op dat vlak. Valérie zegt nee, ik kan daar totaal niet op antwoorden. Annelies zegt ik hou dat maandelijks bij, inkomsten en uitgaven. Plus rekening houdend met de kosten die dat vorig jaar gebeurd zijn, zit er volgens de boekhouder niet meer dan €1000 naast. Oké, super. Lieselot zegt jeep, ik weet niet of dat dat wil zeggen ja, ik weet dat, of jeep, nee, ik weet dat niet. Cindy zegt buiten gaan, dat kan ik ongeveer 90% inschatten. Julie zegt ongeveer wel. Ik heb een lijstje van wanneer welke factuur zal binnenkomen. De vaste kosten, awesome, cool. Sarah die zegt ook ja, best wel. Ik weet dat ook. Veronique zegt ja, ook wel. Christine zegt binnen wel, maar buiten minder. Oké. Eentje om aan te werken dan. Daphne zegt nee. Ook net overgeschakeld naar een BV, waardoor dat momenteel maar wel een beetje op ons afkomt. Oké, Daphne, dan is dit waarschijnlijk een learning proces waar dat je door gaat moeten gaan het komende jaar. Hey, als eigenaar van een BV, dat is een beetje in de gaten houden van wat komt er binnen, wat gaat er buiten en op welke momenten is dat. Even kijken. Oei. Allee, die muisknop werkt hier niet. Josephine die zegt ongeveer als een eenmanszaak, maar net een BV opgericht, dus heel veel veranderingen. Inderdaad, er komen extra kosten bij hè, als je een BV hebt. Onder andere je boekhoudkosten, die dat dan vaak veel significanter zijn dan voorheen. Sophie zegt wat buiten gaat, yes. Wat dat binnenkomt, dat is nogal een verrassing. Oké. Lieselotte die zegt, ik weet wat er gaat binnenkomen, maar verlies overzicht van wat dat er constant uitgaat. Andy zegt wat er buiten zal gaan, dat weet ik perfect. Wat dat er binnen gaat komen, totaal niet. Uitgaven zijn duidelijk, inkomsten daarentegen bij Klaartje totaal niet. Leentje die zegt ik niet voldoende inzicht op, kan nog niet genoeg inschatten in mijn fase. Ja, Leentje, je bent nog vrij nieuw in het ondernemerschap, dus dat is inderdaad nog een beetje koffiedik kijken. Waarschijnlijk wilt je een paar maanden of een half jaar wachten en dan eens een keer naar de resultaten kijken om een inschatting te kunnen maken van wat komt er binnen en wat gaat er buiten. Katrien die zegt, wat er buiten zal gaan, dat weet ik. Wat er binnenkomt, dat vind ik moeilijker. Ik ben nog geen jaar bezig en vind dat nog moeilijk om een beetje in te schatten. Ja, dus wat ik hoor is twee dingen. Er zijn mensen die zeggen, ik heb echt no fucking clue. Ik weet niet wat er binnen gaat komen en ik weet niet wat er buiten gaat komen. Awesome. Ah, wel, niet awesome. Uw eerste werk gaat zijn om daar een beetje. Ik heb hier zo'n raar stuk haar. Ja, oké. Om daar een beetje inzicht in te krijgen. Idem dito voor degene die zegt, ik weet wel wat er
binnenkomt, maar op basis van je factuur waarschijnlijk die dat je uitgeschreven hebt, maar ik weet niet wat dat er buiten gaat, wel, dan is uw taak om nu eens een keer gewoon naar vorig kwartaal te kijken, of zelfs naar de rest van het jaar te kijken. Gewoon eens een keer door uw facturen te gaan. Wat heb ik uitgegeven elke maand? Aan waar heb ik dat uitgegeven? Dat is basically het werk dat uw boekhouder doet. Maar misschien niet in dat level of detail. Maar als je niet weet wat er buiten gaat, dan raad ik u aan om gewoon eens een keer even idealiter over een volledig jaar terug te kijken. En dat is natuurlijk het nadeel voor mensen die nog een jaar bezig zijn. Maar zo ver mogelijk, idealiter een jaar terug te kijken in de tijd, om te zien op welk moment je welke kosten betaalt. Sommige kosten zullen maandelijkse kosten zijn, zoals misschien software die waar dat je een abonnementje op hebt. Andere kosten zullen jaarlijkse kosten zijn, bijvoorbeeld lidmaatschap bij Zeker van haar zaak. De meeste van jullie hebben een jaarabonnement. Daarom dat ik ook zeg van probeer een jaar terug te kijken, omdat je voor sommige dingen jaarabonnementen gaat hebben. En andere dingen zijn misschien kwartaalkosten, zoals bijvoorbeeld je een boekhouder die je misschien per kwartaal betaalt en niet per maand of wellicht niet per jaar betaalt. Dus ik zou zeggen, kijk eens een keer terug op het voorbije jaar om een inschatting te maken van je kosten, inclusief de kosten die te maken hebben met btw die dat je hebt moeten terugstorten bijvoorbeeld, of belastingen op winst die dat je hebt moeten betalen. Straks is daar nog wat meer over. Maar dat is je taak als je niet weet wat er buiten gaat, om daar een beetje meer zicht op te krijgen. Dat gaat je helpen op het moment dat je een beslissing moet nemen over een investering, om in te kunnen schatten, oké, zoveel staat er op mijn rekening, maar volgende maand ga ik ook nog dit uitgeven en binnen 2 maanden ook nog dat uitgeven. Heb ik dan nog wel de centen om die dingen te kunnen uitgeven? Dus dat is voor wie nog niet weet wat dat die precies allemaal uitgeeft. Voor wie dat niet goed kan inschatten wat dat er binnenkomt. Ja, daar is het een beetje. Daar heb je 2 manieren die dat je kan hanteren. Je kunt natuurlijk in ieder geval een inschatting. Je weet welke facturen dat je uitgestuurd hebt. Dus je weet welke facturen dat er betaald gaan worden. Zeer waarschijnlijk binnen dit en whatever de betalingstermijn die dat je hanteert, 14 dagen, 30 dagen, 60 dagen, 90 dagen, ik mag hopen van niet. Maar dus je weet ongeveer van, ah, in november gaat die factuur betaald worden, in december gaat die factuur betaald worden. Dus je weet wat er qua cash binnenkomt in je vennootschap. Als je dat nog een beetje verder wilt nemen, als je al wat langer bezig bent en wat een stabielere stroom van inkomen hebt, hè, zo bij mij bijvoorbeeld is dat het geval, dan kan ik eigenlijk nu al redelijk goed inschatten wat dat er gaat binnenkomen in november, in december, in januari, in februari, in maart. Waarom? Ja, dat is op basis van de voorgaande jaren, wat dat er op die momenten binnenkomt. En ik heb wel best wel wat recurrente inkomsten en de passieve recurrente inkomstenstromen. Dus ook daar kan ik eigenlijk nog net ietsje langer een forecast gaan maken op wat dat er gaat binnenkomen, op welk moment binnen in het jaar. Maar als je niet zo'n verre forecast kunt maken, dan kun je in ieder geval dat wel doen op basis van de facturen die dat je uitgeschreven hebt en of op basis van de offertes die dat je gemaakt hebt. Als je weet van, ik heb hier 10 offertes die moeten nog goedgekeurd worden en ik weet dat 1 op de 2 wordt goedgekeurd, dus 5 daarvan, ik ga die een deal binnenhalen, dan kun je eigenlijk ook op basis daarvan een soort prognose maken van wat dat er in de toekomst nog gaat binnenkomen. Dus dat is eigenlijk een manier om wat beter te kunnen inschatten wat dat er gaat binnenkomen en of wat dat er gaat buiten gaan, om eigenlijk die kennis mee te nemen op het moment dat je een beslissing moet nemen om te gaan investeren. Annabel zegt, ik heb eigenlijk te weinig inzicht, want ik heb hier nog geen systeem voor. Wel, je kunt dat zo complex maken als dat je wilt, maar de gemakkelijkste systemen zijn die dat je vol kunt houden, hè? Dus wat dat je misschien wilt doen, dat is op het moment dat je je boekhouding maakt. Misschien is dat 1 keer per maand, 1 keer per kwartaal, 1 keer per jaar. Ik mag hopen van niet, maar minstens toch 1 keer per kwartaal. Is dat je eigenlijk op het moment dat je al die papiertjes zit samen te roefelen, als je dat nog op papier doet, of digitaal ligt te verzamelen en in je Yuki steekt of whatever softwareprogramma dat je gebruikt, is eigenlijk die moment die dat je sowieso moet doen omdat je boekhouder achter je veren zit, om eigenlijk die moment te gaan gebruiken om ook voor jezelf eens even een inschatting te maken van
Wat is er hier nu allemaal buiten gegaan? Wat gaat er nog buiten gaan? Wat gaat er nog binnenkomen in de komende maanden? Dus het meest gemakkelijke systeem is het systeem dat je volhoudt en dat je koppelt aan een activiteit die dat je al moet doen, sowieso. Dus dan zou ik zeggen van kijk, op het moment dat je boekhouding moet doen, hè, die ene keer per maand of ene keer per kwartaal, is dat je eigenlijk dan die oefening, maar je hebt toch die papieren in je handen, of digitaal op je scherm staan. Dus op die moment is eigenlijk de perfecte moment om eens een keer een forecast, een voorinschatting te gaan maken op wat dat er nog gaat binnenkomen en wat dat er gaat buiten gaan. En op die manier gaat het veel rustiger en niet van, ah, fuck, beslissingen kunnen nemen over investeringen die dat je gaat doen volgende maand of binnen 2 maanden. Annelies zegt ook nog, zorg dat je verzekeringen niet vergeet. Hè, die komen ook allemaal ineens. Ja, vaak zelfs in januari dat die dan komen. Dus vandaar ook dat ik zeg van, kijk eens een keer even, als je kunt, teruggaande over een volledig jaar, omdat je dan inderdaad ook je verzekeringen die je meestal per jaar betaalt, bijvoorbeeld, omdat je die dan ook allemaal mee in je forecast kunt nemen van je kosten die dat je gaat maken in de komende maanden, die dat zitten, of die dat eraan zitten te komen, liever. Dus voilà, dat is mijn tip om eigenlijk ja, uw kwartaal of maandelijkse boekhoudwerk dat je doet, om eigenlijk op die moment daarvan gebruik te maken om ook eens een keer te kijken wat dat uw cashflow gaat zijn in de komende kwartaal of komende maand of hoe ver dat je dat dan ook wilt doen om die inschatting te kunnen maken. Dat hoeft geen rocket science te zijn, je moet dat niet complex maken, maar gewoon een beetje ja, wat ruwe cijfers dat je toch een beetje weet van volgende maand gaat er €2000 uitgaan, er gaat €1000 binnenkomen of er gaat €10000 buiten gaan, er gaat €20000 binnenkomen, dat je daar grote orde gewijs toch ongeveer een beeld van kunt krijgen. Als je dan nog een stapje verder wilt nemen, en eigenlijk is dit iets wat ik sowieso good practice vind, zeker wanneer dat je een eenmanszaak hebt, maar eigenlijk ook als je een vennootschap hebt, dat is de echt grote kosten die dat je maakt op jaarbasis. Waarvan dat je weet dat die elk jaar opnieuw gaan terugkomen of elk kwartaal gaan terugkomen, is dat je eigenlijk, zeg maar, letterlijk een apart potje maakt. Dus met andere woorden, een aparte bankrekening maakt. Maakt gewoon een tweede bankrekening open, maar waar dat je eigenlijk, zeg maar, een stukje jouw reserve zet, een potje zet, voor die kosten die sowieso gaan komen. Ik denk daar bijvoorbeeld aan, en dit is echt het minimum, minimum, minimum dat ik wil dat je doet na deze webinar, dat is een aparte bankrekening openen waar dat de BTW die binnenkomt op je rekening, als iemand zijn factuur betaalt, dat je die BTW daarop doorstort. Ja? Dus iedere keer als er een betaling binnenkomt, €200 of 100 euro, daar zit, allez, er wordt €121 betaald. €100 is de echte factuur en €21 is de BTW op de factuur. Is dat je die €21 op een aparte bankrekening zet? Want dat ga je sowieso, je moet daarvan uitgaan dat dat nooit in je zakken zit en in je zakken heeft gezeten, omdat je dat stand TPD ook weer terug moet betalen. Dus als er één best practice is die dat ik zou aanraden om te doen, dan is het dat. Op termijn kan je daar niet alleen je BTW op zetten, maar misschien wil je ook. Ja, als je weet van ik moet €1000 per jaar aan verzekeringen betalen, is van zodra dat je dat kunt, dat je die €1000 apart gaat zetten. Als je zegt van ik betaal elk jaar en bij mij is dat iets van een €6000 aan software die dat ik betaal, apart zetten. Dus de vaste kosten die dat je hebt, dat je eigenlijk systematisch die op die, en bij mij noemt dat reserverekening, maar dat is eigenlijk geen reserve, dat is eigenlijk een expenserekening om die daarop te gaan zetten. Als dat een beetje moeilijk is of je weet niet goed om daaraan te beginnen, dan zeg ik van mannetjes, open subiet een tweede bankrekening voor uw vennootschap of voor uw eenmanszaak. Open een tweede bankrekening en begin in ieder geval er al mee met de BTW die dat betaald wordt aan jou om die een BTW daarop apart te zetten. En als je op termijn meer zicht begint te krijgen op je kosten, wel probeer dan ook systematisch in diezelfde rekening dat potje aan te bouwen voor die toekomstige kosten die dat er aan zitten te komen.
Dus dat is mijn belangrijkste, alleen, het is mijn tweede belangrijkste tip. Ik heb nog een andere belangrijke tip die dat ik aan jullie wil meegeven. Er komen hier heel veel reacties binnen. Ik ga eens even kijken wat er hier allemaal binnenkomt. Daphne die zegt, dan boek je bijvoorbeeld bij je maandelijkse boekhouding al je BTW van je verkoopfacturen op die rekening. Ja, bijvoorbeeld, hè, als je zegt van elke maand kijk ik eens een keer even naar wat er binnengekomen is en uitgegaan is. Wel, op hetgene wat er binnengekomen is, zie je van oké, ik heb hier zoveel BTW op betaald gekregen en die ga je gewoon systematisch op het moment dat je naar je boekhouding zit te kijken, systematisch op die andere rekening zetten. Inderdaad, Daphne, dus go for it. Gewoon doen. Dit gaat jou a lot of peace of mind geven. En op het moment dat je een boekhouder de afrekening maakt van de BTW en zegt van je moet dit kwartaal 3000 euro BTW terugstorten, dat je niet zoiets hebt van holy fuck, ik heb dat geld niet op mijn rekening staan. Want het gaat op je rekening staan, heb het apart gezet. Klaartje die zegt, ik ben nu nog niet BTW-plichtige. Ik reken hem dus nog niet aan, zogezegd. Die rekening dan pas toch al aanmaken of pas als dat echt nodig is. Nee, de bedoeling eigenlijk van die rekening, Klaartje, is dat op het moment dat je effectief de factuur daar komt om je BTW terug te betalen, dat je effectief het geld hebt om dat te doen. Op dit moment moet je geen BTW aanrekenen, dus je moet ook geen BTW terugstorten. Dus de purpose, het doel van die aparte rekening, ja, die is er eigenlijk op dit moment niet. Wat je wel kan doen, Klaartje, is die aparte rekening gebruiken om toekomstige expenses, toekomstige kosten die dat je gaat maken, die dat je nu al weet dat je die gaat maken, om die daar ook al in weg te zetten. En maar je BTW niet, omdat je op dit moment natuurlijk nog niet BTW-plichtig bent. Christine die zegt, doe je dat allemaal op dezelfde rekening, BTW en de rest? Ja, ik let alles op dezelfde rekening. Waarom? Ik heb gewoon geen goesting om allemaal aparte rekeningen daarvoor te maken. Ik heb ook geen zin om daar een heel systeem achter te steken. Voor wie dat een beetje vertrouwd is met het profit-first-principe. Ja, dat is eigenlijk het principe dat je daar een stuk aangeleerd krijgt bij profit-first. Dat je eigenlijk verschillende rekeningen hebt om verschillende van die expenses te gaan zetten of toekomstige expenses te gaan zetten. Persoonlijk doe ik dat niet. Voor mij, ik vind het al gewoon super belangrijk dat je de good practice hebt om minstens al een potje opzij te zetten op een aparte rekening voor minstens uw BTW dat je binnengekregen hebt en of eventueel nog andere expenses die dat je in de toekomst gaat maken. Wilde jij dat over meerdere rekeningen doen? Feel free. Als je daar tijd en goesting voor hebt, ik persoonlijk niet. Ik vind het al super good practice als je het gewoon al allemaal apart op een andere rekening zet. Dat vind ik al super goede best practice. Daphne die zegt, wat met de BTW van de aankoopfacturen? Ja, dat is dan iets wat je basically uitgegeven hebt, maar nog niet teruggekregen hebt. Hè. Persoonlijk vind ik zou zeggen, hou daar geen rekening mee. Dan is het een extra leuke surprise, want in je BTW-aangifte ga je dan eigenlijk een beetje minder moeten betalen dan hetgene wat je in je potje apart hebt gezet. En dat is basically een superleuke verrassing, want je gaat dan een beetje extra over hebben in dat potje van je BTW. En ik hou van aangename verrassingen, waar dat je dan iets extra's mee kunt doen, dan om daarmee al rekening mee te houden. Maar als je dat wilt, Daphne, dan kan dat. Dan is dat eigenlijk zeg maar een inkomstenstroom die tijdelijk binnenkomt. Maar ik doe dat persoonlijk niet. Ik hou er dan gewoon van het idee om dan naar dat reserverekeningsje te kijken. Bijvoorbeeld, ik had nog een heel groot tegoed van de BTW. Ik denk iets van een 2800 euro of zoiets. En mijn boekhouder stuurde mij begin oktober mijn afrekening. En ze zei van, je moet 3000 en zoveel euro BTW betalen, maar je hebt nog een tegoed, dus je moet dat eigenlijk niet betalen. Terwijl dat geld wel apart op mijn rekeningske stond voor mijn BTW. Dus dat is gewoon super plezant dan. Dus dat is mijn strategie die dat ik hanteer, Daphne. Even kijken, Katrien die zegt, ja, ik doe dat al flink.
Kijk, Katrien. Annelies die zegt bij KBC is een extra spaarrekening gratis. Een extra zichtrekening is te betalen. Dat is een goede tip. Voilà. Dus maak er een spaarrekening van. Basically ga je toch dat als een buffer gebruiken naar je eigen andere zichtrekening. Dus een spaarrekening kan daarvoor perfect gebruikt worden. Ik zou vroeger gezegd hebben, en dan pakte er nog een beetje extra interest op. Maar die tijden zijn natuurlijk al lang voorbij. Maar dus een goede tip van Annelies. Cindy zegt ook nog Argenta, dat zijn gratis zicht- en spaarrekeningen. Inderdaad, ik heb mijn reserverekening bij Argenta staan. Mijn andere rekening staat bij ING liever. Maar mijn reserverekening die staat bij Argenta en dat is helemaal gratis. Sophie zegt ook nog, over BTW gesproken. Ik werk momenteel bitter weinig. Beter kiezen voor kleine onderneming zonder BTW of toch met BTW, zodat je kunt inbrengen, maar ook boekhoudingskosten. Sophie, bespreek dat eens een keer even met mijn boekhouder. Ik ben geen boekhouder, maar veel hangt ervan af wat het sop de kolen waard is. Is het waard om toch BTW-plichtig te zijn? Of is het niet waard om BTW-plichtig te zijn? Waarom wil je BTW-plichtig zijn? En dat gaat trouwens, die barrière ligt op 20.000 euro omzet, denk ik. En waarom zou je dat wel doen? Omdat je veel kosten gaat maken en die BTW wilt recupereren. Waarom zou je dat niet doen? Omdat je dan aan je klanten geen BTW hoeft aan te rekenen. Maar opnieuw, daar kan ik niet op antwoorden. Praat een keer met je boekhouder daarover om ervoor te kiezen wat het beste systeem voor jou is. Maar als je dus onder die 20.000 euro zit, dan kan het de moeite lonen om naar een stelsel te gaan waar dat je niet BTW-plichtig bent. Maar opnieuw, talk to your accountant. Ik ben geen adviseur op dat vlak. Anne zegt ook nog: bij Rabobank is dat ook gratis. Voilà. Josephine zegt ook nog: by the way, onze nieuwe boekhouder is zalig en leren kennen via Zeker van haar zaak. Dat is boekhouder online. Ja, dat is Cindy Collier. Ze kon er niet bij zijn. Trouwens, ik moest het nog over een van haar stokpaardjes hebben, subiet ook. Cindy zit ook bij ons in de groep. Ik ben ook al een aantal jaren klant bij Cindy op dat vlak. Cindy is ook Profit First gecertificeerd trouwens. Dus zij gaat waarschijnlijk een zeer gelijkaardig advies geven als wat ik hier aan het geven ben, namelijk denk erover na. Nee, niet denk erover na, doe dat gewoon. Maak na deze call een tweede zichtrekening of spaarrekening open en maak zo'n gratis rekening bij jouw bestaande bank of bij een andere bank. En begin in ieder geval al met jouw BTW die je hebt binnengekregen daarop te zetten en eventueel nog andere toekomstige kosten die dat je verwacht, die nog gaan komen, om die daar ook op die rekening te zetten. Voilà, dat wou ik daar nog over zeggen. Dan is er nog één belangrijk ding dat ik wou zeggen, vooraleer dat het gaat over jouw winst. Investeren, want ja, jouw winst die kan je pas investeren wanneer dat je effectief weet hoeveel dat die is. En zo'n aparte bankrekening voor toekomstige kosten gaat jou een veel beter idee geven over wat dat dan je winst namelijk is. Want dat is eigenlijk hetgene wat op die andere rekening staat, die je op dit moment gebruikt om ook je kosten mee te betalen. Maar als je natuurlijk al die kosten van deze rekening naar die andere rekening zet, ja, dan is eigenlijk hetgene wat hier op deze bankrekening staat, basically uw winst. Misschien niet, want misschien staat er daar niks op en is uw winst 0 euro. Hè? Maar idealiter staat op die plek dan eigenlijk ongeveer, masomenos, ongeveer uw winst. En die kunt je dan gaan herinvesteren. Maar vooraleer dat we het daarover gaan hebben, wil ik nog één belangrijk ding met jullie delen. Want ik zei in het begin van dit Freedom Feestje, heb ik u gezegd van, er is één ding dat mijn leven echt basically volledig veranderd heeft als ondernemer. En dat is niet om die aparte bankrekening te hebben. Ik denk dat is good financial practice. En dan moet je, denk ik ga niet rap zeggen dat je iets moet doen. Maar eigenlijk vind ik wel dat je dat moet doen vanaf straks. Maar er is nog iets veel belangrijkers dat voor mij een wereld van verschil gemaakt heeft in good financial practices. En dat is een hele simpele, maar het is een gouden tip, want dit heeft voor mij echt alles, maar dan ook alles veranderd in mijn ondernemerschap. En namelijk, dat is deze: pay yourself first. Ik zie zoveel ondernemers zichzelf
geen loon uitkeren, te weinig loon uitkeren op basis van hetgene wat er nog op de rekening staat, met andere woorden, die winst, hè, die overblijft. Stop giving yourself the scraps. Om het in het kader van hoe dat Denise Duffield Thomas, de money mindset coach, dat ook zelf. Stop giving yourself the scraps in your own business. Wat dat er bij mij vroeger gebeurde, en raise your hand, want ik ben er zeker van dat dat bij een heel aantal onder jullie het geval is. Zeker degenen die dan een eenmanszaak hebben. Ja? Maar ook met degenen die dan een BVBA hebben. Maar zeker voor wie een eenmanszaak heeft. Hoeveel van jullie betaalt zichzelf op het einde van de maand een loon uit op basis van hoeveel dat er nog op de bankrekening staat? En de ene maand is dat €500, de andere maand €2000, de andere maand €5000 en de volgende maand €300. Raise your hands. Cindy zegt, yep, ik doe dat. Ja, wie nog? Kom aan. Cut the crap, ladies. Ik weet, iedereen dat een eenmanszaak heeft, you have been there or you are doing it right now. Je geeft jezelf een loon op basis van hetgene wat er nog op het einde van de maand op die rekening blijft staan. Ja, Klaartje zegt, ja, ik doe dat ook. Ik betaalde mijzelf vorige maand de allereerste keer een loon uit. Woep, woep, kijk ook gedaan. Sophie zegt, check, ik doe dat ook. Sarah die zegt, sinds dit jaar niet meer, maar I have been there. We've all been there. Misschien durf je je hand niet omhoog steken, maar a lot of us have been there. Ja. Klaartje zegt oké, de handjes weer omhoog. Lieselot zegt nope, ik doe dat niet meer. Supergoed, Lieselot. Wij hebben al een aantal jaar geleden Travak samen doorlopen. Hè, dus ik ben blij om te zien hoe dat je daarin geëvolueerd bent. Even, oh, maar het zijn superveel reacties die daar binnenkomen. Sophie die zegt: ik heb mezelf eigenlijk nog nooit een loon uitbetaald. Sophie. We've all been there, hè, Sophie. Ik ben hier niet aan het fingerpointen, hè, honestly. Ik heb dat ook gedaan, hè. Sophie zegt ik ook, of Julie zegt ik ook, en soms zelfs helemaal nikske. Ja, ik betaal mezelf nog geen loon, zegt Anne. Als starter lukt dat nog niet. Dat is begrijpelijk, maar deze is waar je in eerste instantie naartoe moet werken. Als er iets is waar dat je winst in moet herinvesteren, is het in jezelf, Anne. Dus goed om te houden, hè. Knoop dit in jouw oren. Annelies die zegt ik doe dat niet, ik geef mezelf een fixed amount, I'm so worth it. Wel pas nadat de scheiding officieel was uitgesproken, blond but not stupid. Smart, Annelies, goed gedaan. Lore die zegt, hey Lien, been there, done that. Inderdaad, nu een vast bedrag, maar wel te weinig. Lore, you have to start somewhere and it's better to start than not do it at all. Dus supergoed. Christine die zegt, heb nu een vast bedrag geautomatiseerd, maar is heel weinig. Oké, but better little than nothing. Hè? Het is superbelangrijk om voor jezelf al die een best practice te hebben. Dus voor wie dat zichzelf nog geen vast loon uitkeert, is de volgende eerste stap. Nadat je die aparte rekening hebt gedaan en waar dat je BTW en al je schulden en je expenses op zet, is eigenlijk jouw loon is ook een expense van je business. Ja? Net zoals dat jij je software betaalt, net zoals dat jij je leveranciers betaalt, net zoals dat jij je BTW betaalt, net zoals dat jij je belastingen betaalt, zijde jij. En sorry dat ik hier zo op hamer, maar jij bent ook een expense van je bedrijf. Jij verkoopt gouden eieren, maar je bent wel de kiek die de gouden eieren legt. Dus zorg ervoor dat je jezelf niet alleen betaalt, maar jezelf eerst betaalt. Ja? Dus die aparte rekening, hè, waar dat je een BTW op zet en eventueel andere expenses, alstublieft, zorgt dat je loon daar ook op staat. Maakt niet uit of dat je zelf nu €1000 uitkeert, of €5000, of €20000, of zelfs maar €100. Honestly, I care a lot. Ik ging zeggen, I don't give a fuck, I give a lot of fucks. I care a lot. Maar zorg er in ieder geval voor dat je minstens die best practice hebt
om op die aparte rekening ook voor jouzelf een loon te zetten. Of geef jezelf onmiddellijk een loon. Zet het niet op die aparte rekening, maar zet het gewoon direct op je persoonlijke rekening waar dat je loon komt te staan. Ja, dus voor wie dat een eenmanszaak heeft, privérekening, businessrekening waar je expenses op staan. Geld komt binnen. Eerste wat dat je doet, loon. Tweede wat dat je doet, andere expenses. Wat dat er hier overblijft, winst. Ja? Het zou kunnen dat je ja, met loon dat je zelf uitkeert en die andere expenses dat je hebt, dat je eigenlijk hier op nul staat of zelfs op negatief staat. Ja? Maar dat is een businessprobleem dat je kunt oplossen. Niet gemakkelijk, weliswaar, dat weet ik. Je moet meer sales binnenhalen. En dat is niet zo'n gemakkelijke oplossing. Dat is niet zo eentje stand TPD. Maar dit is wel echt een supergoeie best practice om ervoor te zorgen. En Klaartje heeft een schone gif van zo'n kieken in de chat gegooid. Maar om ervoor te zorgen dat jij dit kunt volhouden als ondernemer. Ja? Pay yourself first. Ja, dus laat dat het principe zijn dat je gaat toepassen vanaf straks. Aparte rekening houden om expenses op te zetten, minstens uw BTW en uw loon. Uw loon is een expense van uw bedrijf en het is niet alleen een expense, het is de belangrijkste expense. Want dat gaat ervoor zorgen dat jij je motivatie gaat kunnen houden. Dat gaat ervoor zorgen dat jij jezelf goed voelt. Dat gaat je vrijheid kopen in je eigen privé. En ik moet zeggen, ik ben zelf. Pas 3 jaar geleden, hè, na 7 jaar ondernemerschap, ik keerde mezelf wel een loon uit, hè, maar er zijn ook tijden geweest waar dat ik, zeker als ik dan de switch maakte van freelancer te zijn naar ondernemer te zijn en eigenlijk een hele periode, een transitieperiode doormaakte met ja, een nieuwe doelgroep zoeken, een nieuw product zoeken, eigenlijk die een volledige switch maken, is er wel een periode geweest waarin dat ik mezelf geen loon uitkeerde. Ja? Dat was een businessbeslissing dat ik een tijdje genomen heb, maar na 2 jaar had ik zoiets van, oké, I personally invested enough. En vanaf nu ga ik mezelf terug eerst betalen. En dat zorgde ervoor. En dat is een hele belangrijke. Niet alleen mijn eigen well-being dat erop vooruit ging, maar ook dat ik geen commitments aanging met andere mensen, freelancers, software, andere leveranciers, andere providers, die dat ik niet kon aangaan, tenzij dat ik mezelf geen loon zou uitkeren. Ja? En dat maakte een enorm verschil in mijn brein, wanneer dat ik ervoor gekozen heb om te zeggen, ik betaal mijn eigen eerst. En dan ga ik zien wat dat er nog overschiet om anderen uit te betalen om niet, ik ga geen commitment aan met mensen en ik laat ze werk doen en ik betaal ze dan niet. Hè. Wat ik daarmee bedoel is van, ik ga eerst het commitment aan mezelf betalen en dan ga ik kijken of dat er centen zijn om een commitment aan te gaan met een freelancer die ik iets voor mij wil doen, wil laten doen of een commitment wil aangaan om dit project op mij te nemen of een ander commitment aan te gaan. Ik ging dus niet meer die commitments aangaan omdat er geld op mijn rekening stond. Remember het begin van onze call. Nee, ik ging het commitment aangaan op het moment dat mijn aparte rekening, dat daar mijn kosten op stonden, inclusief mijn loon. En dan ging ik gaan kijken wat dat er nog overschoot om dan te gaan qua winst herinvesteren in service providers, andere leveranciers, mensen waar ik mee samenwerkte, freelancers enzovoort enzoverder, om dan de next step te nemen in mijn business. En daar wil ik de laatste 10, 12 minuutjes aan spenderen, namelijk waarin ga je je winst gaan investeren? En ik kon het daar niet over hebben zonder eerst al die een andere uitleg te doen. Namelijk, zorg ervoor dat je een aparte rekening hebt waar dat je kosten op komen te staan, minstens je BTW, ook je loon, andere expenses, kijk een keer een jaar terug, whatever. Zorg dat je daar een potje hebt om die expenses te kunnen betalen, want het is alleen zo dat je eigenlijk gaat weten wat de winst van je bedrijf is en welke commitments dat je kunt aangaan om de next step te nemen binnen je bedrijf. Ik ga eens even kijken. Sophie die zegt nog, ik krijg zo
Knuffel-emoticons, maar ik moet wel zeggen dat het voor mij helemaal niet voelt alsof ik nog geen loon gehad heb. Want ik start eigenlijk mijn business met wat ik wil doen. Ik begin met reizen te plannen en zo verder en dingen vast te leggen die ik wil doen en dan de rest. Dus dat is gewoon minder business-wise, denk ik dan. En nee. Wat bedoel ik daarmee? Het is goed dat je vanuit jouw onderneming de kosten kan betalen om jouw lifestyle te financieren. Hè? Dus expenses die dat je maakt om trips te kunnen doen, de vrijheid die dat je zelf aankoopt en zo verder. En het is heel fijn om die kosten binnen in je vennootschap te steken, bijvoorbeeld. Hè? Maar er is nog altijd een psychologische verandering. Die dat er gebeurt wanneer dat je niet alleen dat doet, maar ook jezelf een loon uitkeert. Ja? Er is nog altijd een groot verschil tussen kosten laten betalen door je vennootschap die je anders in je privé zou moeten betalen. En woehoe, ik moet dat nu niet in mijn privé betalen. Of dat het dan reisjes zijn of een nieuwe gsm die dat je koopt. Of whatever nice and funny things, freedom things dat je doet binnen je vennootschap. Er is nog altijd iets anders dan jezelf een loon uitkeren binnen in je vennootschap. Dat zijn twee aparte dingen. En I get it als je zegt, ik vind dat super plezant om die kosten in mijn vennootschap te steken, want they give me the lifestyle that I want. Ja, maar er gebeurt nog altijd iets magnifieks met jezelf en met je vennootschap en met hoe dat je voelt over je vennootschap wanneer dat je zelf een loon uitkeert. Of een andere vorm van financiële reward, een loon of een dividend of whatever dat je geeft, maar een financiële reward waarvan dat jij in je privé kunt beslissen wat dat je daarmee doet. Hè. Dus dat is toch wel een kleine nuance die dat ik daaraan wil geven, Sophie. En ze zegt, oké, dan ben ik wel mee. Oké, alright. Het is geen kwestie van mee zijn, maar er is een groot verschil tussen je kosten laten dragen in je vennootschap, wat dat tof en leuk is natuurlijk. Maar er is nog iets anders als jezelf een loon uitkeren, waar dat jij beslissingen mee kunt nemen in je privé over waar dat je dat geld gaat gaan uitgeven. Ook aan dingen die niks, nul de botten te maken hebben met je vennootschap. Ja? Al is het maar dat je ermee spaart, al is het maar dat je het herinvesteert, al is het maar dat je het alleen maar uitgeeft aan etentjes in Tof van Kleven. I don't honestly care, maar dat is waarvoor dat je dat stukje reward aan jezelf geeft onder de vorm van een loon. Goed, nog een paar minuutjes, 10 minuutjes, daarin wil ik het hebben over uw winst investeren. Dus ik heb het niet over wat staat er nog op je rekening en moet ik dat investeren of niet. Ik heb het over de winst die dat je kunt herinvesteren. Idealiter wel. Hetgeen wat dat op je rekening staat, als je al die eerdere principes hebt toegepast. Hè? Aparte rekening, kosten, loon, enfin, you get the picture. Hè? Dus normaal gezien, wat er dan op die rekening blijft staan, waar dat je nu al naar zit te kijken om een beslissing te nemen of dat je gaat investeren of niet, wat dat er dan op die rekening overblijft, is effectief je winst. Ongeveer, hè? Maar grote orde gewijs. En dan is de vraag, wat ga je daarmee doen? En dit is het stokpaardje van mijn boekhouder, want ze zag dat op mijn papier staan. En ze zei, Lien, je gaat ondernemers toch niet investeren om kosten te maken, om hun winst naar beneden te halen? Want op winst wordt je belast, by the way. Dat ga ik u niet investeren. Ik denk dat dat de meest slechte advice is die dat je aan iemand kunt geven. Dus ik vind niet dat je je winst moet opsoeperen, simpelweg om dan geen belastingen te moeten betalen op je winst. Ik denk wel, ik ben er wel van overtuigd, dat je je winst op een heel slimme manier kunt inzetten om je bedrijf naar de next level te brengen. En daar wil ik het nu even over hebben. Dus stelt op het einde van de rit, op het einde van het kwartaal, op het einde van de maand, whatever, maar op een bepaald moment, je zit naar je rekening te kijken, dat is je winst, en je vraagt je af, waarin ga ik dat geld nu investeren? Ik heb hier 1000 euro staan, 10.000 euro staan, 100.000 euro, 50.000, I don't know what the number is, hè? Maar ik heb hier een potje met geld en ik ga dat nu een keer investeren, slim investeren.
Niet gewoon uitgeven om kosten te maken, maar ik ga dat hierin investeren. Kijk, de vraag die dat ik mij dan altijd stel, en dat heb ik gaandeweg moeten leren als ondernemer. Vroeger gaf ik het gewoon uit, it didn't really matter. Maar nu doe ik dat niet meer. Nu stel ik mezelf de vraag van, wat gaat jou het meeste opbrengen? Dat is eigenlijk hoe dat je moet nadenken, hè, over hoe dat je je winst investeert. Wat is de return on investment? Wat ga je terugkrijgen? De return voor het geld dat je investeert. En als je een goede ondernemer bent, financieel goede ondernemer, wil je natuurlijk investeren in hetgene wat dat het meeste opbrengt. Ja? Dus investeren en idealiter brengt je dat 2 keer zoveel op, 3 keer zoveel op, 10 keer zoveel op, 100 keer zoveel op. Ja? Nu, er zijn 2 dingen die dat je wilt afwegen wanneer dat je gaat afwegen of dat je een goede return on your investment hebt, hè, zoals dat dan heet, of in technische termen ROI, return on investment. Dat is enerzijds, wat gaat het jou geven? Wat is jouw return on investment? En anderzijds, wat gaat het return on investment voor uw bedrijf zijn? Dus hoe gaan klassieke ondernemers om met hoe investeer ik mijn winst? En hoe gaat uw boekhouder daar waarschijnlijk mee om? Dat is voor uw bedrijf. Wat is hetgene wat het meeste gaat opbrengen voor uw bedrijf? Dus waarschijnlijk wil dat dan wel zeggen dat je gaat investeren in sales of marketing. Want dat is hetgene wat ervoor gaat zorgen dat je effectief meer gaat gaan kunnen verkopen. En dat je meer gaat gaan verkopen en meer verkopen wil zeggen, ja, een hogere return, een hogere omzet. Ja? Dus bijvoorbeeld, misschien beslis je wel, ik ga in een opleiding investeren die mij een betere onderhandelaar maakt, want dat is een skill die dat mij ontbreekt bijvoorbeeld. En omdat ik daardoor een betere onderhandelaar ben, ga ik in plaats van 1 op de 2 offertes binnenhalen, verwacht ik dat ik 2 op de 3 offertes ga kunnen binnenhalen. Met andere woorden, er zit een return on mijn investment. Ik betaal 1.000 euro voor die opleiding, maar ik ga daardoor wel, ja, al die mislopen offertes waarschijnlijk wel binnengehaald hebben. Dus die 1.000 euro dat ik in die opleiding steek, daar ga ik waarschijnlijk, ja, 3 offertes meer door binnenhalen en die zijn 10.000 euro waard. 1.000 euro investment, 10.000 euro return of 3.000 euro return of whatever dat het bedrag is. Ja? Dus waar vind ik dat je je winst in moet investeren? Puur vanuit bedrijfsoogpunt gezien, wel, dat is in hetgene wat dat u meer omzet en meer klanten gaat opleveren. Ja, dus alles wat dat daarmee te maken heeft. En misschien gaat je niet alles kunnen doen wat dat je wilt. Want misschien wilt je en uw website optimaliseren, en uw e-mailsequenties beter doen, en een copywriter inhuren, en meer sociale media doen, en nog een keer eens een cursus volgen op het vlak van hoe dat je Instagram stories moet maken, en misschien wilt je ook nog een keer aan een beurs deelnemen, en bla 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 bla. Er zijn heel veel verschillende manieren waarop dat je je business, je omzet en je klanten kunt laten groeien. Maar jij hebt natuurlijk maar een bepaald bedrag dat je kunt uitgeven. Dus je gaat voor jezelf de beslissing moeten maken. Welk van die dingen ga je kiezen en welke gaan de meeste return on investment opleveren? Waar ga ik het meeste sales uit kunnen halen? Moet ik beter kunnen onderhandelen? Of moet ik een betere sales page hebben op mijn website? Of moet ik whatever it is, that you want to decide? Dus dat is 1 criterium: de return on investment voor je vennootschap. De andere criterium, of het andere criterium liever, dat ik vind dat wij als freelancers moeten hanteren om te beslissen wat de return on investment is voor onze kleine solo-onderneming. Dat is niet alleen wat brengt het op voor je bedrijf, maar wat brengt het ook op voor jou persoonlijk. Niet alleen qua hoeveel geld gaat het opleveren, maar ook hoeveel tijd gaat dit jou geven als ondernemer? Misschien kies je er wel voor om een investering te doen in iets wat misschien net iets minder return opbrengt, maar wat dat je ontzettend veel extra vrije tijd gaat geven als ondernemer. En dat is iets wat dat ook heel belangrijk is. Naast het, wat gaat het mij financieel opbrengen voor mijn bedrijf? Wat gaat het mij opbrengen als ondernemer naar tijd, vrijheid en goestendoenderij? Dus dat is het tweede criterium waarvan dat ik vind dat je moet
in rekening houden wanneer dat je gaat beslissen wat dat je met je winst gaat doen binnen je onderneming. Criterium 1 is: ga ik er extra sales, ga ik meer omzet en meer klanten binnenhalen? Ik vind dat dat een absoluut belangrijk businesscriterium is om een beslissing te nemen waarin dat je je winst gaat gaan herinvesteren. Dat is 1. En 2. Gaat dit mij als ondernemer meer chillheid geven, meer vrijheid geven, meer vrije tijd gaan geven? En eigenlijk die twee gecombineerd, die twee criteria gecombineerd met elkaar, gaan jou helpen om op een betere manier uw winst te gaan herinvesteren. Dus dat zijn mijn tips voor het herinvesteren van uw winst. Dus Christine zegt ook: energievreters vind ik belangrijk om in te investeren. Ja, voilà. Dus dingen die dat je energie kosten, dingen die dat je tijd kosten, dingen die dat je absoluut niet graag doet, zijn waard om te investeren. Waarom? Omdat je dan die extra energie en die extra vrije tijd ook kan gaan gebruiken om uw bedrijf verder te kunnen laten groeien, bijvoorbeeld. Waarom stapt de Intravac Business School in? Ja, dat is enerzijds om een stuk sales en marketing te leren en daar skills rond op te bouwen, zodat je effectief meer omzet en meer klanten binnenhaalt. Maar anderzijds, ja, ook om te leren hoe dat je de dingen die je niet graag doet binnen je onderneming, om die zoveel mogelijk of te delegeren en in eerste instantie te gaan automatiseren. Waarom? Vanuit business-oogpunt is dat misschien niet hetgene wat dat onmiddellijke return on investment geeft, maar wel als freedompreneur geeft dat je een enorme return on investment, omdat je vrijheid en vrije tijd voor jezelf gaat creëren. En daarmee kan je dan weer opnieuw dat gaan investeren in je onderneming. You are the chicken with the golden eggs. Dus hoe meer tijd dat jij hebt in je onderneming, ja, hoe meer dat je dat weer kunt investeren in de groei van je onderneming. Dus merci Christine om dat te delen. Absoluut helemaal mee eens. Goed, het is ondertussen 1 uur, mannetjes. Allee, ik ging zeggen mannetjes, maar ja, we zijn allemaal vrouwen onder elkaar. Ik rond dit Freedom Feestje heel graag af nu, hè, want het is 1 uur. Heb je nog vragen? Feel free om ze in de chat te gooien. Ik wil ze zeker op mijn gemak nog eens even beantwoorden. Ik heb nog tijd daarvoor. Maar als je zoiets hebt van: dank jullie, merci voor de informatie, I need to run and do a little bit more of hoesten doen, dan zou ik zeggen, we zien elkaar hopelijk terug op de coworking dag van november. Ik ga eens even kijken wanneer dat is. 20 november, coworking dag. Heel graag welkom of verwelkom ik jullie daar. Dat is het perfecte moment om vragen te stellen aan de community, vragen te stellen aan mij, support te krijgen, businessvraagstukken op een kleine groep van zeker van haar zaakleden los te laten. Dat is het perfecte moment om ook wat accountability in te bouwen. Dus als je zoiets hebt van: damn Lien, wat je hier verteld hebt in het Freedom Feestje, it's the shit. Maar ik ben er zeker van dat ik dat niet ga gedaan hebben tegen volgende maand. Kom gewoon de 20e november naar onze coworking dag. En laat dat dan het moment zijn waarop dat je implementeert wat je in dit Freedom Feestje geleerd hebt. Dus dat is 20 november. Het is altijd derde vrijdag van de maand trouwens. Dus 20 november coworking dag. En het volgende Freedom Feestje is 7 december. En dan gaat het over affiliate income. En is dat wat? Moeten daar iets mee doen? Moeten daarover nadenken? Wanneer moeten daar iets mee doen? Wanneer moeten daar niks mee doen? Wanneer moeten daarover nadenken? Niet over nadenken? Kunnen daar überhaupt passief inkomen mee verdienen of niet? Ik ga jou van alles vertellen over hoe ik passief inkomen en affiliate inkomen heb, of liever passief inkomen via affiliate inkomen. Hoe dat ik ook andere mensen een affiliate inkomen geef. Waarom dat ik denk dat het werkt en waarom dat het niet werkt. En of dat dus iets is wat je zou moeten hebben voor je business of niet. Dus dat is voor 7 december. Als je nog vragen hebt, gooi ze in de chat. Anders wuif eventjes goodbye in de chat. En ik ga even scrollen om te zien of er nog vragen binnengekomen zijn. Dan kan ik die beantwoorden. Maar anders een supergoeie maandag gewenst. Stay safe, stay sound, ging ik zeggen. En we zien elkaar heel snel terug. Heel snel terug op hopelijk de coworking dag, vrijdag 20 november. Even kijken of er nog vragen binnengekomen zijn.
Leentje die vraagt nog: hoe zie je dat bij een starter, vanaf wanneer bij een nieuwe onderneming? Leentje, kan je even verduidelijken of je daarmee bedoelt van alle principes die ik hier vandaag gehoord heb, kan of moet ik die al toepassen als starter? Of bedoel je nog iets anders met je vraag? Dus kan je dat even misschien een heel klein beetje verder context geven? Dan ga ik daar beter op kunnen antwoorden. Even zien. Annelies die zegt ook nog: als je er niet gelukkig van wordt, delegeren die handel. Ja, maar met je winst, hè? Annelies, zorg dat je winst hebt, hè? Klaartje, ciao. Daphne zegt nog: merci voor alle info. Maakt me weer wat zelfzekerder in mijn ondernemen. Oké, super cool. Thanks, dear. Dikke merci. Heel inspirerend. Sophie die zegt: merci, ik ga mijn loon uitbetalen. Go for it, Sophie. Next best practice om te doen. Veronique die komt naar de coworking. Super tof. Super tof dat je erbij was ook, Veronique. Want je had nog een meeting vlak voor deze call. Dus super. Tot de volgende. Merci, Annabel. Tot de volgende, Anne. Salukes Nadine. Christine zegt: heel interessant, tot volgende week. Ja, we hebben onze coachingscall volgende week, Christine. Kijk ik naar uit om opnieuw samen te zitten. Leentje die zegt: ah, oké. Julie die zegt ook nog: bedankt voor de praktische en duidelijke tips. Ik ga aan de slag, heel graag gedaan. Ik ga nog even de vraag van Leentje ook beantwoorden. Als je nog vragen hebt, gooi ze in de chat, dan beantwoord ik ze nog. En anders zien we elkaar op de coworkingdag terug. Ja, Leentje, je vraagt: vanaf wanneer als starter moet je het principe toepassen van pay yourself first? Dat is een moeilijke om op te antwoorden. Mijn antwoord daarop is zo snel mogelijk. Omdat dat de gezondheid van uw bedrijf, de financiële gezondheid van uw bedrijf, vrij snel duidelijk maakt. Hè? Als je jezelf geen loon kunt uitkeren, dan ben je op dat moment eigenlijk nog bezig met van jouw hobby een beroep te maken. En dat is oké. Zo beginnen we allemaal, hè? We proberen allemaal van iets wat we graag doen en waar we veel plezier aan beleven en passie voor hebben en skills in hebben, proberen we als ondernemer een business op te bouwen. In het begin wil dat zeggen, ja, dat je nog moet zoeken naar wie zijn mijn ideale klanten en wat kan ik voor hen betekenen? Wat is de meerwaarde dat ik voor hen kan betekenen? En zijn ze bereid om daarvoor te betalen en hoeveel? Ja? En dat is een periode waarin dat je, ja, basically nog geen of heel willekeurig inkomen hebt. En waarin dat je dus zeer waarschijnlijk voor jezelf nog geen loon gaat kunnen uitkeren. Op een bepaald moment, en daarom dat ik ook zei van dat hangt ervan af, op een bepaald moment ga je dat wel kunnen. En je zegt het zelf, Eleentje, op het moment dat je break-even draait, wel, dat hangt ervan af wat dat break-even draaien is. Hè? Break-even draaien wil zeggen dat je kosten zo hoog zijn als je inkomsten. Maar veel hangt er natuurlijk vanaf wat dat je allemaal in je kosten steekt. Herinner u, ik zei het al, wat zit er in uw kosten? Is uw loon een kost? Ik vind van wel, maar voor veel starters nog niet. Maar ik vind een van de dingen die dat je zo snel mogelijk als een kost moet zien in uw vennootschap, dat is uw eigen loon. Dus break-even wil zeggen, uw kosten en uw inkomsten zijn gelijk aan elkaar. Maar veel hangt er natuurlijk vanaf wat dat je in uw kosten steekt. Maar een van de dingen die vrij in het begin in uw vennootschap moeten komen als een kost, dat is uw eigen loon. Dat hoeft niet veel te zijn. Je kan dat ook, ja, beetje bij beetje laten stijgen ook, hè. Het is niet omdat je vandaag dit loon uitkeert dat je volgende maand niet een hoger loon kunt uitkeren of mocht uitkeren. Zeker en vast niet. Dus dat is niet gebeeldhouwd in een stuk steen hoeveel loon dat je zelf uitkeert. Maar als je loon als een kost ziet, zo snel mogelijk binnen in je vennootschap. Er is maar zo lang dat je een periode kan uitzitten waarin dat je
ja, op je spaargeld teert als ondernemer. En elke ondernemer moet dat doen, hè. Don't get me wrong, hè. Maakt niet uit hoe groot we zijn, hoe klein we zijn, hoe succesvol we zijn, hoe hard dat we schreeuwen over hoeveel geld dat we verdienen en hoeveel omzet dat we draaien en bla 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 bla. Just to cut the crap. Veel startende ondernemers keren zichzelf geen loon uit. En zelfs heel wat ondernemers die ik ken, keren zichzelf in de eerste jaren zelfs geen loon uit of sporadisch een loon uit. We all have to go through that process. Ja? Maar wat ik wel zou doen, is zo snel mogelijk jezelf een loon uitkeren, omdat je dan de gewoonte bij jezelf aanleert om uw loon als een kost te zien in uw vennootschap en uw loon niet te laten inschieten omwille van andere commitments die dat je bent aangegaan, kosten die dat je moet maken in uw vennootschap. Dus laat uw loon een van de belangrijkste en eerste kosten zijn binnen uw vennootschap. Dus Leentje, even praktisch, hè, als advies. Gevende, wat dat je kan doen als beginnend ondernemer en als starter, dat is gewoon zeggen van kijk, ik ga mezelf een loon uitkeren dat in eerste instantie misschien wat in verhouding staat tot de offertes of liever de facturen die betaald worden in mijn vennootschap, dus de inkomsten die dat er zijn. En ik betaal mezelf daar een groot percentage vanuit. Dat kan iets zijn waar dat je in het begin mee kan starten. Het kan ook zijn dat je zegt van no matter what, ik ga mij van in het begin een vast bedrag uitkeren. En zelfs als er eens een maand is dat ik mezelf dat bedrag niet kan uitkeren, omdat die inkomsten er niet zijn, dan hou ik dat als een tegoed in mijn vennootschap. Dus als de volgende maand of op mijn rekening, hè, want bij een eenmanszaak is dat een beetje anders. Maar dan hou ik dat als een tegoed. Stel dat je zegt van, heel in het begin, ik ga mezelf €1000 uitkeren bijvoorbeeld. Hè. Dat is waarmee dat ik van start ga gaan. Maar deze maand ja, heb ik eigenlijk maar €800 dat ik aan mijn eigen kan geven. Zorg er dan voor dat die €200 in je hoofd, dat een tegoed is dat je bedrijf nog aan jou moet betalen. En als je volgende maand dan wel dat geld hebt, dat je jezelf €1200 geeft. €1000 en €200. By the way, ik denk dat je loon veel hoger mag zijn als ondernemer. Hè, maar ik geef jou een voorbeeld om mee aan de slag te kunnen gaan op een heel pragmatische manier. Dus dat is het advies dat ik zou geven. Pay yourself and pay yourself first as quickly as possible in uw vennootschap. En as quickly as possible pay yourself een loon waarmee dat je ook waardig kan leven, goed kan leven en minstens je noodzakelijke persoonlijke expenses gecoverd hebt. Ja? Maar allez, het gaat hier nu niet over hoeveel loon dat je zelf moet uitkeren, dat moet iedereen voor zichzelf beslissen, afhankelijk van de levensstandaard die je voor jezelf wil hebben. Maar wat je wel moet doen, is sowieso by default jezelf een loon uitkeren. En dat zien als een kost binnen je vennootschap. Maakt niet uit hoe hoog dat loon is dat je voor jezelf bepaald hebt. Dus voilà, Leentje, ik hoop dat ik daarmee jouw vraag beantwoord heb. Het is niet gemakkelijk, hè, als starter om met good financial practices aan de slag te gaan, liever. Maar moest ik u één gouden tip geven, dan is het deze. Maak een aparte rekening aan voor uw BTW op apart te zetten. En eventueel nog een aantal andere kosten, zoals je loon bijvoorbeeld, om dat daar apart op te zetten. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En daar kan je vandaag al mee beginnen. En iedere keer dat er geld binnenkomt op de rekening, dat je systematisch eigenlijk een stukje apart zet om enerzijds jouw BTW te kunnen betalen. En dus 21% van je betaalde bedrag, dat zet je sowieso op die rekening. En dan nog een ander stuk waarmee dat je jezelf jouw loon uitkeert. En dat kan je van vandaag de dag al beginnen doen. Van sabiet Leentje, maakt u een aparte rekening aan en begin daarmee. Voilà, super, top, thanks, zegt ze. Met alle plezier gedaan. Leentje, heel veel succes met het verder uitbouwen van uw business. Het is niet gemakkelijk, je staat nog helemaal aan de start, maar ik geloof.
Je hebt dat in je markt, je hebt de dromen, je hebt de doelen, je hebt de ambitie, je hebt de skills, dus dat gaat wel goed komen, hè? Veel succes. Er zijn nog 8 mensen aan het kijken. Ik weet niet wie dat is. Als je geen vragen niet meer hebt, dan zeg ik heel graag salut en tot de volgende keer. Als je nog een vraag hebt, gooi ze dan nog in de chat. Ik ga nog even online blijven. Als je geen vragen niet meer hebt, dan zie ik jullie heel graag terug de 20e op de coworkingdag of de 7e december op ons volgende Freedom Feestje. En anders gooi het nu in de comments. Als je nog een vraag hebt, dan kan ik ze beantwoorden. Het is 14 minuutjes na 1. Ik ga afronden om 1:15. Tenzij dat er nog een vraag binnenkomt, dan beantwoord ik die graag. Anderzijds zou ik zeggen, salukes en tot de volgende. Merci om erbij te zijn. Merci om te kijken. Merci voor de feedback. Merci om alles te delen wat jullie te delen hadden. En zo interactief te zijn ook op het Freedom Feestje. En kijk, als er geen vragen zijn, dan rond ik met plezier dit Freedom Feestje af. Ik wacht nog tot als mijn klok op 15 naast staat of er nog een vraag binnenkomt. En als geen een van de twee, als er geen vragen binnenkomen, dan ga ik om 15 na op het gemakje afronden. Merci om te kijken. Merci om erbij te zijn. Merci om vragen te stellen. We zien elkaar terug de 20e november op ons coworkingdag of op 7 december voor het Freedom Feestje. Voilà, en ondertussen is het 1:15. Ik ga afronden. Er zijn geen vragen niet meer die binnenkomen. Merci om erbij te zijn. En we zien elkaar heel snel terug, hè. Fijne maandag. Veel succes in alles wat je onderneemt. Salukes. Dada.